allemaal en welkom bij het kanaal van Lucky Bastard. Ik was eigenlijk mee op Gandalf aan het wachten voor het volgende spel te leggen, de Lord of the Rings The Adventure Book Game. Maar ja, je weet hoe dat zit met Wizards. Nooit te vroeg, maar ook nooit te laat. Lord of the Rings The Adventure Book Game is een coöperatief spel voor 1 tot 4 spelers, waarin dat je eigenlijk 8 mini-missies gaat doen en die proberen tot een goed einde te brengen. Het spel is gebaseerd op de films voor een keer en niet op de boeken. En het is eigenlijk het derde spel in een serie van 3 momenteel, waarschijnlijk in de toekomst zullen er nog wel meer uitkomen, de Adventure Book serie van Ravensburger. De vorige zijn The Wizard of Oz en The Princess Bride. Beide heb ik echter nog niet gespeeld, dus ik ga dat niet kunnen vergelijken met dit spel. Laten we beginnen met hoe dat we het opzetten. Om het spel op te zetten begin je met het boek open te leggen bij chapter 1. Als eerste pak je deze tokens. Deze leg je aan de rechterkant van het boek bij de challenges die je moet volbrengen om de missie te doen slagen. Dan moet je zorgen dat je al de speciale kaarten uit het storydeck haalt. Speciale kaarten zijn deze met een bruine tekst en hier van onder dit logootje. Dus deze kaarten zijn in het begin van het spel niet aanwezig in het deck. Naarmate dat je bij verdere chapters geraakt, ga je ze van deze kaarten verdienen en dan blijven ze wel in het deck zitten. Dat is wel heel belangrijk, dat je ze eigenlijk niet kwijtspeelt tussen de verschillende missies door. Dan shuffelen we de story deck en leggen die binnen handbereik van alle spelers. Hetzelfde doen we met de special deck en die leggen we aan de rechterkant van het boek. Dan leggen we de corruption track bovenaan het boek en de corruption marker begint op 0. Dan hebben we ook nog de shadow kaarten. Elke keer als we hier bij een van de locaties komen met een oogje, gaan we een van deze kaarten moeten omdraaien en het effect ervan uitvoeren. Dus deze worden geshuffeld en die worden dan langs de corruption track gelegd. Dan gaan we de plotchart voor chapter 1 zoeken. We draaien die open en leggen die langs het boek. En tenslotte shuffelen we de plotkaarten nog. Dit zijn 15 kaartjes met nummer 1 tot 15 op. En elke ronde gaat er eentje omgedraaid worden die dan een bepaald effect heeft. Dan als laatste, voor elk van de chapters, staan hier ook nog een aantal setup rules geschreven. Die moet je ook nog meevolgen. Nadat je de eerste chapter hebt afgewerkt, dan wordt eigenlijk het deck gewoon gehershuffeld met de special kaarten die je eventueel gaat verdiend hebben. Het plotdeck wordt gewoon opnieuw geshuffeld. Dit deck blijft eigenlijk altijd hetzelfde. Als er een kaart uitgehaald is, dan blijft hij daar permanent uit en komt hij niet meer terug. In dit geval zegt de setup elke speler 4 kaarten laten rapen van de story deck. De setup zegt ook nog van de miniatuurtjes van Frodo, Sam, Merry, Pippin en Aragorn op hun aangeduide plaats zetten. Die van Aragorn is hier bij de challenges. En het fiche van Gandalf moet ook nog op de locatie gelegd worden waar Gandalf staat. En dan beginnen we ook nog met 2 Black Riders op deze locatie. De setup voor elk avontuur gaat ook weer iets anders zijn en gaan er iets andere features gebruikt moeten worden. Nu alles staat duidelijk uitgelegd aan die kant van het boek. En zo zijn we klaar om aan de eerste chapter te beginnen. Het doel van het spel gaat zijn om deze 3 challenges af te werken. Nu, wat is de eerste challenge? Frodo en Gandalf must be on the Heart. Samwise must be on the Road to the Shire. Dus je hebt hier verschillende locaties, dus in dit geval Frodo en Gandalf moeten naar de Heart raken en Sam moet helemaal naar de dag raken. Dat is de eerste missie, op zich niet uitzonderlijk moeilijk. Dan de tweede challenge die we kunnen doen is It Comes in Pints. All 4 hobbits must be on the orange spaces in Bree. Dus dat wil zeggen dat de hobbits in deze locatie moeten zijn. De hobbits zijn de kleine miniatuurtjes. En als laatste is onze opdracht We do not stop till nightfall. Aragorn, Frodo, Samwise and at least one other hobbit must be on the Weathertop, wat hier van boven is. At least one black rider must be in one of the spaces next to Weathertop. Dus een van deze 2 mannen moet eigenlijk op een van deze 2 locaties zijn. Hoe gaat een beurt nu in zijn werk? Als eerste heb je de move actie. En dan heb je de keuze ofwel ga je 1 karakter 2 plaatsen laten bewegen door de lijntjes te volgen. Dus bijvoorbeeld zo en zo. Dat is een optie. Ofwel ga je 2 karakters 1 keer laten bewegen. Dus ik kan bijvoorbeeld zeggen dat Gandalf en Sam allebei naar die locatie komen. Het belangrijke hierbij is,
een locatie is niet gelimiteerd voor het aantal characters dat er staat. Als dit het geval zou zijn, gaat in de chapter rules hier van onder staan dat het niet mogelijk is voor meerdere personages om op hetzelfde veld te staan. Stel dat je geen personages wilt bewegen om eender welke reden, dan hoef je dat ook niet te doen. Dus dat is altijd optioneel. Maar stel nu dat ik aan de beurt zou zijn, dan zou ik bijvoorbeeld Frodo al naar de Hart kunnen zetten en Gandalf al kunnen bewegen naar de locatie waar Frodo eerst stond. Als stap 2 in een beurt heb je de storytelling fase. In de storytelling fase kun je een aantal acties doen, ongelimiteerd aantal acties. En er zijn 5 opties om uit te kiezen. De eerste optie is dat je eender welk aantal van je kaarten discard. En dan mogen 1 karakter 1 vak bewegen per kaart die je weggooit. Dus stel, ik heb deze kaart niet nodig, ik doe die weg. Dan mag ik bijvoorbeeld zeggen dat Gandalf nog een vak beweegt. Nog een actie die je 1 keer per beurt echter maar kan doen, is 1 van je handkaarten ruilen met de handkaart van 1 van de andere spelers. Dus op deze manier kun je bijvoorbeeld wel aan de juiste symbolen komen om iets op te lossen. De derde optie dat je in deze beurt kan doen is een challenge afwerken. Stel dat Sam nu naar hier zou staan, dan zou ik kunnen zeggen dat ik deze challenge afwerk. Belangrijk wel is, er zou ik een oranje kaart voor moeten hebben. Die heb ik momenteel niet, dus het zou iets moeilijker zijn om deze missie af te werken. Dus stel dat ik nu een kaart ruil met de andere speler en dat ik een ringkaart terugkrijg. Dan kan ik bijvoorbeeld nog 2 kaarten weggooien om Sam nog 2 vakken te laten bewegen. En dan staat iedereen juist voor de eerste challenge af te werken. In dit geval zou ik de ring bijvoorbeeld kunnen gebruiken. De ring is ook een jokerkaart bij het afwerken van challenges. Als je de ring inzet, dan gaat die ook naar de discard pile en dan heb ik deze opdracht volbracht. Dan krijg ik onmiddellijk de reward die hier geschreven staat en leg ik dit fiche erop om te laten zien van deze opdracht is volledig klaar. Het enige nadeel van de ring gebruiken is dat de corruption track ook met 1 verhoogt. Als deze ooit op 15 komt, helemaal op het einde waar het oog staat, dan heb je automatisch verloren als groep. En dan moet je helemaal vanaf chapter 1 terug beginnen. Dus het is wijselijk om erover na te denken of je effectief de ring gaat willen gebruiken en in welke mate dat je die wilt gebruiken. Ik kan gewoon nog wachten met de ring te gebruiken en deze challenge nog niet completen, dat is geen probleem. Nog een mogelijke actie die je tijdens deze fase kan doen, is een special kaart gebruiken. In het begin van het spel zitten die er niet in, maar die ga je verdienen door challenges af te werken. Elke keer als je een challenge afwerkt, dan ga je, regelmatig als reward hebben dat je een storykaart mag rapen. Dus vanaf dan gaat deze automatisch meegeshuffeld worden bij elk van de toekomstige spellen. Belangrijk wel, als je verliest terwijl je al een storykaart verdiend hebt, verlies je ook de storykaart die je gewonnen hebt. En moet je terug resetten naar hoe dat het was na de vorige chapter toen je gewonnen had. Op dit moment hebben we nog geen special kaart en deze kan je ook gewoon spelen zonder negatief effect. En de 5e optie is eigenlijk de One Ring Ability gebruiken. Dat is ook weer bij elk boek, bij elke chapter anders. In dit geval gaat je een Black Rider 1 vakje kunnen bewegen. Hoe gebruiken we die? Dan zeggen we gewoon, we gebruiken de ring. We gaan 1 vooruit op de corruption track en dan mogen we dat effect uitvoeren dat daar staat. Dat zijn de 5 mogelijke acties in de storytelling fase. Dan komen we in de draw fase. Dus dan gaat de actieve speler 2 kaarten rapen en die bij zijn handkaarten toevoegen. Als volgende rapen we 1 kaart van het plotdeck en nu krijgen we nummer 13. Afhankelijk van het nummertje dat je trekt, gebeuren er andere dingen. Dus daarvoor hebben we de chapterkaart. Chapterkaart zegt in dit geval bij 13, move both Black Riders 2 spaces. Dus in dit geval, die gaan altijd clockwise mee bewegen en dan gaan die op die locaties eindigen. Dat is ook weer een extra manier om te verliezen. Als het plotdeck volledig leeg is en je moet een kaart rapen, dan heb je ook het scenario verloren. Dus het telt enerzijds als een soort van timer, maar bij elke missie zijn er ook nog een paar extra chapter rules die daar ook weer uitgelegd staan, waardoor het er vaak gebeurt dat er nog extra manieren zijn om te verliezen. In dit geval, als er 2 hobbits in de hiding spot zouden zitten op een rood moment, dan verlies je de missie ook. Dan als allerlaatste stap in de beurt ga je nog kaarten uit je hand moeten discarden tot je 6 kaarten vast. En nu op dit moment hebben we er hier 3 vast, dus in dit geval is dat geen probleem. En dit is het eigenlijk qua regels. Elk chapter heeft zijn eigen uitdagingen en elk chapter gaat nog eens een extra moeilijkheid toevoegen of heel andere missies hebben.
Het zijn 8 verschillende minigames dat je eigenlijk gaat spelen. En elke missie is gebaseerd op een deel van de filmtrilogie van The Lord of the Rings. Belangrijk is wel, omdat het 8 chapters zijn, kan het zijn dat je niet de tijd hebt om het allemaal na elkaar te spelen. Want je speelt makkelijk een kwartier à 20 minuten per chapter. Dus je kan je game ook opslaan. Dus hoe ga je dat eigenlijk doen? Dus je gaat zorgen dat je op het einde van een chapter bent, dus dat je die missie hebt uitgespeeld. En dan duid je aan wat de volgende chapter gaat zijn die je gaat spelen. Dan pak je alle kaarten in de spelers in handen, story, discard pile en de special kaarten die je verzameld hebt en shuffelt die samen tot een nieuwe story deck. En die moet je apart houden van het special deck. Dan moet je even opslaan of opschrijven waar dat je gebleven bent op de corruption track, zodat je de volgende keer gewoon op die plaats terug kan beginnen. En dan is het eigenlijk zoals een nieuwe chapter starten. Dat je gaat proberen, dat je ook gewoon naar de setup gaat kijken en zien wat er moet gebeuren. En zo simpel als dat is het. En dan gaan we nu over naar de review. Zoals jullie weten ben ik meestal een grote fan van spellen in het thema van Lord of the Rings. Zullen we eens in de review gaan kijken of dat het bij deze ook geldt of misschien ook niet. Allereerst de vormgeving van het spel vind ik op zich redelijk mooi gedaan. Het boek is redelijk stevig waarin dat je speelt. Alleen zou het misschien, als het veel gebruikt wordt, wel eens kunnen zijn dat in de plooilijn dat daar misschien wat schade ontstaat. Waardoor dat sommige symbooltjes misschien minder goed zichtbaar worden en dergelijke. Gaat het een grote ramp zijn? Op zich niet. Meestal is wel redelijk duidelijk wat je ermee kan doen. En wanneer het kan gebruiken of dat iets vakjes zijn of niet natuurlijk. De miniatuurtjes zijn op zich mooi gedaan. Was het een grote meerwaarde? Niet per se. Omdat ook een deel fiches zijn en een deel miniaturen. Dus dat vond ik wel iets of wat rommelig dat alles wat door elkaar gebruikt werd. Dus ofwel gebruik je allemaal fiches, ofwel allemaal miniaturen in mijn ogen. Ik snap ook wel, als je voor één missie een miniatuur moet gaan maken, dan gaat de prijs ineens heel veel omhoog natuurlijk. Waar ga je in dit spel vooral mee bezighouden? Dat is eigenlijk het, ja, de puzzel oplossen voordat de tijd voorbij is. Daar komt het eigenlijk op neer. Alleen weet je niet hoe lang de timer gaat. Bij elke missie heb je een apart kaartje wat zegt wat er gebeurt bij bepaalde, bij bepaalde momenten. En soms kan het zijn dat het veel sneller vooruit gaat dan andere keren. Dus soms zijn we wel heel veel afhankelijk van geluk. Langs de ene kant of gaat je de ring heel vaak moeten gebruiken. Tegenover andere keren ga je de ring eigenlijk amper moeten gebruiken. En dan kan je eigenlijk veel vlotter naar de laatste spellen toe gaan. Qua toegankelijkheid is het eigenlijk een beetje moeilijker. Waarom? Omdat het eigenlijk een soort van campagnespel is. Op de doos staat, speel 20 minuutjes voor een keer te spelen. Dat klopt, alleen is het eigenlijk een volledige campaign, 8 missies, dus 8 keren 20 minuten. En dat is ook de tijd die je ervoor moet kunnen opbrengen om het spel te spelen. Het voordeel van er is een save functie, dat je eigenlijk alles kunt opslaan. Want ja, normaal zou je het spel moeten laten liggen, want je gaat met dezelfde corruption verder als waarmee dat je de vorige keer geëindigd bent. Dus dat is wel een klein ding dat je niet moet vergeten op te schrijven ergens en bij je save te steken. En wat vind ik er nu effectief van? Het is een goede poging om de films eigenlijk in een bordspel om te zetten. Nu de tijd die je eigenlijk hebt is veel te klein. Er zijn heel veel belangrijke momenten dat nog perfect eigenlijk in een chapter hadden gegoten kunnen worden. En dan, ja, dan hebben ze daar zo'n missie van gemaakt dat zo basically een halve film tegelijkertijd zich afspeelt. Het voelt een beetje rushed aan op dat moment. Ik heb hem één keer solo uitgespeeld. Het voordeel als je solo speelt is dat je eigenlijk een hand van 6 kaarten hebt waarmee je altijd je kaarten kan ruilen. Maar als je met meerdere spelers speelt, dan ga je eigenlijk nog een heel andere beleving hebben natuurlijk. Waarin dat je kaarten gaat omruilen met andere spelers, met kaarten uit de andere spelers hun hand. Dit kan een voor- of een nadeel zijn natuurlijk. Het voordeel wat ik had is dat ik mijn ringkaarten allemaal schoon kon deponeren bij mijn extra hand. En die kaarten daarvan die werden dan voor de rest nog niet echt gebruikt. Als je met meer spelers speelt, ga je daar wel rekening mee houden dat je niet iemand vastzet als zijn beurt is. Zodat die geen acties meer heeft, omdat die enkel ringkaarten heeft. Ik heb hem nu 1 keer volledig uitgespeeld. Ik denk voorlopig heb ik niet echt de behoefte om er nog eens aan te beginnen. Voor de tijdspanne die het duurt om het eigenlijk volledig uit te spelen,
zijn er andere spellen die ik liever op tafel zou krijgen. Op zich is het geen slecht spel als je liever wat kortere, opeenvolgende verhaaltjes hebt. Maar ik heb liever één groot geheel. Daarom dat het iets minder scoort dan mijn gebruikelijke Lord of the Rings spellen. Bedankt voor het kijken, abonneer en tot de volgende keer. Bye bye. Ah, oh, eindelijk Gandalf.